Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft aangekondigd dat er een grootschalige operatie opgestart moet worden die betrekking heeft op transport. Tijdens een persconferentie na de regeringsraadsvergadering gisteravond gaf minister Henry Ory aan dat voor scholen in afgelegen gebieden busroutes moeten worden ingericht. Hij benadrukte dat er al bestaande routes zijn, maar dat deze niet voldoende zijn om de behoeften van het nieuwe schooljaar te dekken. We zien dat door het nieuwe schooljaar we zeker nog weer nieuwe routes gaan moeten instellen. Alleen om steeds toe te komen aan en tegemoet te komen aan de behoeften van natuurlijk de kinderen. En je ziet ook weer een druk op onze Herenstraat, waar de afdelingen zijn die met schoolvervoer te maken hebben. Dus dat zijn deze dagen, hele drukke dagen voor staf en leden van ons ministerie. Maar nogmaals, zoals ik het altijd heb gezegd, onze ambtenaren van onderwijs, wetenschap en cultuur zijn een stukje creatief. En we zeggen dat we binnen nu en een paar weken langzamerhand de problemen moeten oplossen. De onderwijstopman zei verder ook dat zijn departement nu ook problemen heeft met demografische ontwikkelingen. Een goed beeld op de demografie stelt het ministerie in staat in kaart te brengen waar er behoefte is aan scholen. En dat betekent, je interpreteert de demografische ontwikkeling in de stad en de districten en je gaat kijken waar is behoefte aan scholen, wat voor type scholen. En wat wij dus nu zien is dat het echt noodzakelijk wordt op basis van de actuele gegevens. En we hebben nu een census lopen 2024 na 12 jaar. Waar we goed kunnen zien, en we zullen zien urbanisatie, we zullen zien in verplaatsingen in het district Paramaribo voor het zuiden, maar ook in Wanica, dat we daar scholen moeten bouwen. Dat moeten we vroeg doen, omdat we ook naar plekken moeten wijzen, zeker met de nieuwe verkavelingsprojecten, waar de woningbouw door de regering wordt uitgezet, moet ook de planning gemaakt worden voor scholen, omdat je communities gaat hebben daar. Je moet niet alleen aan de infrastructuur denken, maar infrastructuur heeft ook met scholen te maken. En daar zitten we een beetje krap in. En we gaan veel meer stappen moeten maken om de relatie onderwijsplanning en je demografische gegevens goed te interpreteren. Tijdens de persconferentie gaf minister Ory een toelichting op de uitdagingen die gepaard gaan met de start van het nieuwe schooljaar. Hij heeft er vertrouwen in dat zijn ministerie binnen niet al te lange tijd in staat zal zijn om deze problemen effectief aan te pakken.